We zijn de takken op het ruimen die uit de bomen zijn gewaaid vanwege de harde wind. Hier liggen oorlogsslachtoffers en twee daarvan zijn de broers van mijn opa. Die zijn hier om het leven gebracht nog tijdens de oorlog. En die liggen hier begraven. Het waren verzetshelden eigenlijk. En ze zijn aan het eind van de oorlog hebben ze een trein willen laten ontsporen. Maar zijn daardoor betrapt en zijn vermoord door de Duitsers eigenlijk. Er is ook een straatnaam hiernaar vernoemd. Ik ben nou de hond uit een laten, onze Bram. En ik woon hier om de hoek. Mijn dochter woont hier al 19 jaar. Ik kom uit Heerlen. En je pendelt heen en weer. En dan wordt er regelmatig wordt dan ook gezegd van, mama, je moet hier komen wonen. Nu is het ervan gekomen. We wonen in de achtertuin bij onze dochter. Ja, als een warme deken. Als een warme deken. Nou wist ik dat wel. Maar wonen is natuurlijk anders dan dat je op visite komt hier. In het dorp, je moet het eerst leren kennen. Maar ik kan zeggen, ja, ik voel me helemaal thuis. Het is gewoon leuk. Ze zijn heel hartelijk. Iedereen spreekt je aan. Ze zijn nieuwsgierig, ook omdat ik een ander dialect heb. Het is gewoon een geweldige omgeving om rond te wandelen. Achter heb je een hoop water waar onze Bram heel graag zwemt.